hierbij nog even een klein filmpje om het artikel wat ik net geschreven heb aan jullie te verduidelijken. Ik heb het hier over de gewichtloze takel. Wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Nou, jullie kennen wel de gewone montage van een shed. Dat is een haak met een loodkop. Daarin pakken we een stinger. Die zetten we meestal in de rug. Om nog eventjes hier te laten zien, kijk, ik heb bij deze dreg de laatste haakpunt weggeknipt, recht gemaakt. En nu kan ik hem heel gemakkelijk inprikken. En hij kan er ook heel gemakkelijk weer uit. Maar goed, dit is de normale montage. Stinger, loodkop, haak. Als we dan een stapje verder gaan, dan hebben wij de screw-in loodkop. Die je er dus in kan schroeven. Hier heb ik een voorbeeld ervan. Hier zit hij al ingeschroefd. En je ziet al, vaak zitten aan dit soort loodkoppen, onderaan de loodkop, een extra openingetje, een haakje, waarin je dus de takel kan monteren. In dit geval heb ik dat zo gedaan. En dat ga ik zo meteen nog even meer verduidelijken. Ik had het dus over die gewichtloze takels. Dit is allemaal voorzien, wat ik je net liet zien, van loodkoppen. Dat bepaalt al het gewicht, hoe diep je gaat vissen, etcetera. Een mooie balans hebben van de shed. Maar er zijn dus ook mogelijkheden om zeg maar iets in te draaien zonder gewicht. En daarvoor heeft Loerenpas mooie pakketjes samengesteld. Hij laat dit je ook zien op zijn eigen site. Alleen vond ik die takel die hij maakte, terwijl die kwalitatief ontzettend goed is en goed voldoet, vond ik hem wat te gecompliceerd. Ik doe dat wat makkelijker en dat wil ik je even laten zien. Kijk, dit bedoel ik dus met een loodkopvrije screw-in montage. Dit is het gedeelte wat in de shed gaat. In dit geval zie je hem hier al. Mooi ingedraaid. En hij heeft nog gewoon zijn eigen gewicht. Wat ik wel moet vertellen is, je ziet er hier al de vorm van deze shed, die is vrij rond. Dat is het meest ideale om bij zo'n montage te gebruiken. Als je dat zelf doet bij een gewone shed, die dus wat platter is, hier zie je duidelijk het verschil, dan zorgt het vaak voor dat de schroefstaart de shed doet draaien in het water, vooral als je iets te snel binnendraait. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Daar heb ik nog wel een foefje voor, die laat ik je zo meteen nog even zien. Goed, maar we hadden het dus over die screw-in montage, die ik hier al zo laat zien. Daarvoor hebben wij een takel nodig. Ook die takel moet gewichtsloos zijn. Het mooie van dit systeem is dat je dus heel langzaam kan binnenvissen, zonder dat die shed echt naar de diepte zakt. Aan de andere kant, je kan ook op plekken vissen waar misschien maar 40 centimeter water staat. En vergis je niet, vooral zeg maar in het voorseizoen, maar ook wel in de zomer, liggen die vissen gewoon heel erg ondiep. Vooral de dikke vissen. Die mogen lekker zonnen op die ondiepte. En als je dan al een loodkopje van 10, 15 gram gebruikt, moet je eigenlijk al te snel vissen. Dus weet je ze te liggen op het hele ondiepe, dan is dit een hele mooie montage. Nou, dan gaan we dus eventjes uitpluizen. Wat heb je eigenlijk nodig? Nou, dat pakketje had je al gezien van mij. Dan heb ik daar om, zeg maar, de takel of de stinger, het is net wat voor naam je er aangeeft, te monteren aan die opening die je hier hebt, de opening, gebruik ik tegenwoordig de FastTech. De FastTech, dat is van Mustad, is ook te krijgen bij Loerenpas. Hier heb ik hem toevallig. Kijk, dat is als het ware een soort speld die je niet meer open hoeft te buigen. Daar kun je heel mooie dingen mee doen. Ik gebruik hem eigenlijk overal voor de montage, voor de onderlijn, maar ook voor het kunstaars. Nou, hier heb ik een takeltje die ik al zelf heb gemaakt. Daar zit zo'n FastTech al voorop. Ik laat je zo meteen zien hoe ik hem monteer op de shed. Maar ik ga hem eerst eens eventjes nader bekijken. Als eerste
monteren wij die Fast Tech. Gewoon door het online materiaal even een lusje maken, daarna zit hij vast. Hierna monteren wij een wartel. Ik hoop dat je het zo goed ziet. Een wartel. Die zetten we dan op de lijn. Voor die wartel komt een koperen balletje. Kun je ook bij Loerenpas krijgen. Na dit balletje, die eigenlijk de wartel tegenhoudt, knijpen wij een sleeve in. Moet ik dat wel eventjes bij vertellen. Als ik die sleeve zeg maar op die onderlijn zet, doe ik er een extra stukje onderlijn tussen. Zodat hij een goede grip heeft. Ja, nou je ziet het al, het systeem zo een beetje. Heel eenvoudig. Kijk, nu kan die haak, die kan niet verder naar achteren. Dus, en dat hebben we ook nodig. Nou, dan verlengen we hem naar de grootte van de jet. En op het einde maken wij een lusje met daarin weer een wartel. Aan deze wartel wordt door middel van een splittering een dreg gemonteerd. En die heeft weer alle vrijheid die hij moet hebben bij het drillen. Wat wel erg belangrijk is. Dus eigenlijk gebruik je één klein draadje, onderlijn draadje van, nou pak hem weg 20 centimeter, nog niet eens. En daar monteer je eigenlijk alles op. Als je dit dan hebt, dan komt het mooie van die FastTech, die klippen wij op de lijn, of op het gedeelte van die screw-in. En je ziet het al, het zit direct vast. Nou, het mooie is dat in die pakketjes die Loerenpas te koop aanbiedt, zitten ook nog van dit soort houdertjes. Even op de kop houden. Die schuif je gewoon om die onderlijn. In dit geval doe ik hem dus eigenlijk net voor dat koperen balletje. Ik zet hem erin. Klik en zoek gewoon de plek waar ik hem wil hebben. Druk hem door. Zo, nummer 1 zit. Ja, zo zie je het al een beetje. Nummer 1 zit. Hetzelfde doe ik met de andere. Die zetten we er ook even tussen. Even zoeken. Als je het moet voordoen, dan lukt het natuurlijk nooit in één keer. Ik probeer het nu ook zonder bril. Maar dat kan ik eigenlijk niet meer. Hè. Hij zit er weer tussen. Dan doen we het gewoon op gevoel. Hetzelfde. Ik zoek weer die plek waar ik hem een beetje... Je hoeft hem niet strak spannen dat de shit krom gaat staan. Maar dat hij redelijk recht erachter zit. Ik druk hem weer in. En... Zo heb je een prachtige jet in een takel of een stinger, net wat je bedoelt. Er zit helemaal geen gewicht aan. Door de vorm van deze jet, omdat die vrij rond is, net als een soort twister zeg maar, zou die niet om zijn as gaan tollen. Natuurlijk, als je heel snel binnendraait, dan gaat dat nog wel gebeuren. Maar zo kan je ontzettend langzaam vissen, zonder gewicht. Ja, en dat kan in sommige situaties dodelijk zijn. Ja? Oké. Ik zei je net al, ik wou je nog tips geven als hij wel gaat tollen. Dan kan je zo'nzelfde soort takel, stinger, ook maken met een schuiflootje in het midden. In dit geval zit er een schuiflootje van 5 gram op. En ja, dat kan er net even voldoende zijn om hem wel mooi stabiel door het water te laten gaan. Vooral bij dit soort shits. Is het soms wel eens nodig. Ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeldje. Een kikker. Met hetzelfde systeem. Je ziet hem hier. Hangen mooi die haken onder. Kan ik ook uiterst langzaam vissen. Is plat. En daar heb ik dan het gewicht zo onder. Zoals je ziet. Ook maar 5 gram. Is nou net voldoende. Die kikker niet constant op zijn zijkant te laten zwemmen. Deze gaat ook heel mooi en langzaam recht door het water. Dat niet te snel af.
Ja, dat, net wat ik zei, dat is eigenlijk de manier om te vissen op ondiep water of op plekken waar je weet waar die snoek zit. Nou, dit was eventjes ter verduidelijking. Lurepad biedt ze in pakketjes aan. Je kan al die materialen die ik je net liet zien, kun je ook op zijn site vinden. Dus ja, ik zou zeggen van ga lekker knutselen met dit soort dingen. Wat moet ik nog meer vertellen? Ja, eigenlijk is er niet zoveel te vertellen. Het is heel eenvoudig. Je kan hem met of zonder loodverzwaring maken. En die loodverzwaring, ja, kan ik naar 3 gram gaan, 5 gram, 7 gram. Ga ik zwaarder, ja, dan ga je weer loodkoppen gebruiken. Dus wat dat betreft, je kan alle kanten op. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en tot de volgende keer.